Triple Fort is een goudblond bier van 8,8% alcoholvolume. Het is een bier van hoge gisting met hergisting op de fles. Zo'n bieren bewaren we het best rechtopstaand in onze koelkast, zodat de gist kan uitzakken. Het bier schenken we het liefst uit in het mooie Triple Fort glas. Droog, dat bevordert de schuimvorming. En op het eind zorg ik ervoor dat ik een centimetertje bier in mijn flesje overhoud. Het is de uitgezakte gist die ik niet in mijn glas breng. De geur is complex. Je ervaart heel wat frisse, fruitige toetsen. Je ervaart een kruidnagel vanillearoma samen met fruitige toetsen van banaan en rode appel. Maar de echte fijnproever zal er misschien ook wel vleugjes citrus, limoen en wie weet zelfs rozen uithalen. Op culinair gebied heeft Triple Fort heel wat mogelijkheden. Vooral Aziatische gerechten, maar ook kruidige visschotels of gelakt varkensvlees, scampi. Eigenlijk kortom, alle gerechten die wat extra kruidigheid kunnen gebruiken. We zijn ook bijzonder trots dat Triple Fort op de 3 grootste internationale bierwedstrijden de prijs van beste triple ter wereld heeft weggekaapt. Ik hoop dat u dat samen met ons kan beamen. Gezondheid. Aan de naam Le Fort is ook een mooie familiegeschiedenis verbonden. Omer van der Ginste huwde namelijk in 1900 met Margriet van Damme. En Margriet van Damme was de kleindochter en enige erfgename van Felix Verschuren. Hij was de eigenaar van een Kortrijkse brouwerij, Brasserie Le Fort. Na het overlijden van haar grootvader erft Margriet van Damme de brouwerij en heel wat cafés in Kortrijk. Ze brengt de brouwersactiviteit over van Kortrijk naar Bellegem en gaat hier nog 50 jaar onze brouwerij leiden. Eerst samen met haar man en daarna samen met haar zoon. Dat is de reden waarom we kozen voor de naam Le Fort.